We gaan met de rode olieverf even aan de gang om op zoek te gaan naar het mooie secundaire kleurtje violet in al zijn varianten. Vanuit rood heb je natuurlijk die twee secundaire kleuren, het oranje, dat laten we nu even aan de kant. En we gaan even op zoek naar het rood en het blauw, dat natuurlijk het violet oplevert in al zijn mogelijke varianten. We gaan eens kijken, als we het Old Holland, Bright Red, helder rood gebruiken met het kobaltblauw donker. Wat krijgen we dan, waar gaan we dan naartoe? Dus eventjes koekeloeren. Welk soort? Nou ja, het ziet er al een aardig violetje. Hij is wel ietsjes dof, zie je, als violet. Iets meer blauw bij. Maar blijft ze iets doffig violet, hè? Wel mooi. Een beetje matte violet zou je kunnen zeggen. Het ziet hem hier in dat glas, we zullen zo even uitschilderen ook. Dat is dus de Bright Red met kobaltblauw. Er zijn natuurlijk eindeloze hoeveelheid varianten door de verschillende roden en de verschillende blauwen met elkaar te mengen. We gaan nog eens de Bright Red, maar dan met het ceruleumblauw donker. Kijken wat er dan gebeurt in de zin van het violette. Die krijg je niet als ik het goed zie. Dat blijft een beetje een vergrijsde violet als ik het goed zie. Je krijgt hem niet. Kijk, die toch wat heldere, ondanks dat het wat een iets wat grijze violet is. Hier krijg je niet van die combinatie met die ceruleum. Met Bright Red. Een volgende die ik wil laten zien is een combinatie van het Schevenings donkerroze en het ultramarijn. En daar zult u zien dat je echt, die ultramarijn is een vrij transparante kleur. Die roze diep, Schevenings roze diep, is ook een vrij transparante kleur. En hier krijg je, je ziet het al onmiddellijk, een hele open, gloeiende, briljante violet ontstaan. Het kan ook met de Magic Magenta, met de magenta kleur, dat je die hele echte violet kunt mengen. In de violette reeks van de Old Holland Oil Colors zijn er heel veel varianten. Maar ook door het mengen van het rood met het blauw kunt u dus vele varianten van het secundaire kleurtje. We gaan hem eventjes een klein beetje uitschilderen. Kleurtje, violette kleur organiseren. Dan wil ik eerst eens even deze doen. Dan zie je dat die, wat ik al zei, die heeft die iets vergrijsde violet. Dan nemen we nummertje 2. Dat was met het ceruleumblauw. Dat die bijna met een bruin-violet-achtige kant op gaat. Nou, dan doe ik hem even hier. Ja, hele bruinachtige tinten. Bruinachtige violette tonen. Bijna dat purper kant op, hè? Hele diepe purper kleur. En dan tot slot de roze diep met het ultramarijn. Deze hele knallende, zuivere bijna, zuivere violette toon. Zo kun je dus eindeloos variëren natuurlijk met de rode kleuren en de blauwe kleuren op zoek naar je mooie secundaire tonen. Het violet.